Dus als we gaan kijken naar, naar information protection binnen Microsoft 365, dan begint het met data. En je hebt allerlei soorten data natuurlijk in je organisatie. Maar wat je wel kan doen, is altijd die data een soort van waarde geven. Dus op het moment dat wij bijvoorbeeld data hebben op een file server, dat kan, of misschien hebben we wel data in Exchange staan, in e-mail, of je hebt data op andere plekken staan. En dat kan zelfs bijvoorbeeld ook data zijn op third-party locations. Misschien heb je wel een bedrijfs Facebook-account. Weet je wel, dat kan ook. Of je hebt een SharePoint-omgeving. Of als je al bijvoorbeeld richting Microsoft 365 gaat kijken, hè, dan zou je natuurlijk kunnen kijken naar je data die we in SharePoint Online tegenkomen. Of data die we in Microsoft Teams tegenkomen. Data kan in principe overal voorkomen. En dat snappen we. Data kan trouwens ook, voor de volledigheid, data kan ook voorkomen op endpoints. Hè? En op het moment dat we praten over endpoints in Microsoft 365, dan hebben we het over devices. Dan hebben we het over mobiele telefoons of Windows-machines en zo. Dus overal vind je data terug. En al die data die je dus tegen kan komen over al die verschillende locaties, die vertegenwoordigen een bepaalde waarde. En dat doe je. Wat je kan doen is zeggen: ik ga al die data, die ga ik soort van klassificeren. Dus wat we gaan doen is een proces in. Dat heet data classification. En die data classification kan bijvoorbeeld zijn dat wij bepaalde data gaan opgeven als: hey, dit is persoonsgebonden informatie. Hè? Dat is met name voor GDPR interessant. Of dit is technische informatie. Bijvoorbeeld, dit is een IP-adres. Of een paswoord wat verbinding maakt met Azure storage omgevingen. Maar over het algemeen praten we vaker over data die bijvoorbeeld te maken heeft met persoonsgebonden gegevens, of financiële data, of data die je tegenkomt in bijvoorbeeld zoals paspoortnummers of medical data, hè, zoals medische informatie over personen. Dat zijn allemaal verschillende soorten data die je tegen kan komen. En een van de dingetjes die we willen doen is die data classification gaan doen. We willen gaan kijken van hey, wat voor soort data komen we nou tegen? En dan willen we eigenlijk van al die bestanden die dus overal en nergens verspreid zijn, willen we weten wat voor soort informatie er nu in die data zit. En in Microsoft 365 kunnen we die data classification, wat we daarmee kunnen doen, is gebruik maken van iets dat noemen we sensitive information types. Sensitive information types zijn eigenlijk voor ons vooraf te definiëren types data. En Microsoft heeft in Microsoft 365 zelf al best wel een boel sensitive information types voorgedefinieerd, met ook nog best wel veel verschillende landsgebonden systemen. Bijvoorbeeld de Nederlandse BSN-nummer zit erin, of paspoortnummers. Maar dat heb je ook voor Argentinië of voor Venezuela. Weet je? Dus over heel de wereld heb je wel verschillende sensitive information types die van tevoren door Microsoft al bepaald zijn. Maar dus die zitten eigenlijk built-in in Microsoft 365. Maar je kunt ook custom sensitive information types maken. En dat kun je bijvoorbeeld doen op basis van bijvoorbeeld bepaalde keywords. Hè. Dus als er bepaalde termen voorbij komen in een document, dan vinden wij het een bepaald type data. Maar dat kun je bijvoorbeeld ook doen door middel van zogenoemde regular expressions. Dat kort we altijd af naar regex. En dat zijn zeg maar van die codestrings die bepaalde soorten data kunnen herkennen. Dus als wij bijvoorbeeld weten dat een creditcard altijd bestaat uit blokjes van getalletjes, nou, dan kunnen we die soorten strings kunnen we dan herkennen. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Dus dat is wat bijvoorbeeld die regex doet. Die sensitive information types, die kunnen we dan gebruiken om op verschillende plaatsen te gaan zoeken naar
naar die soorten data. En bijvoorbeeld voor Exchange Online hebben we, voor Exchange Online doet Microsoft 365 daar zelf al. Weet je wel, die heeft al zelf, kunnen we zeggen van, hey, ga maar zelf zoeken naar soorten data. En dat geldt ook voor Teams en het geldt ook voor SharePoint Online, want het zijn allemaal onderdelen voor, dat zijn ook onderdelen van Microsoft 365. Maar je hebt ook voor de, laten we zeggen, de niet-Microsoft 365 oplossingen, heb je ook een optie. Trouwens, voor de duidelijkheid, voor endpoints, dus echt hè, de verschillende devices die je hebt, is dat ook een ingebouwd systeem als zo'n computer in Microsoft Defender for Endpoint wordt meegenomen. Want dan zit die Defender for Endpoint client, die kan ook, laten we zeggen, zien wat voor soorten data er op een computer actief zijn. Dat kan ik straks laten zien. En dan hebben we ook nog het stukje file server. Of bijvoorbeeld als jij on-premise systemen hebt als on-premise Exchange of on-premise SharePoint. Dan kun je gebruik maken van iets dat noemen we de AIP scanner. Dat is een tool die installeer je op je lokale on-premise netwerk. En die gaat dan lokaal zoeken naar soorten data. En die pakt dan uit Azure de sensitive information types. Die zeggen van oké. Deze soorten data hebben we dan gevonden. Voor Facebook of andere third-party cloud omgevingen kun je met zogeheten connectors werken. Je kunt een connector maken die bijvoorbeeld naar Facebook kijkt. En stel je hebt dan een bedrijfs-Facebook, waarop bijvoorbeeld iemand van de marketingafdeling allemaal bedrijfsposts aan het pushen is. Ja, dan kan bijvoorbeeld ook daar kan gekeken worden, hey, van wat voor soort data wordt nou in die Facebook-omgeving gepusht en voldoet dat dan aan bepaalde sensitive information types. Aanvankelijk gebeurt er daarna helemaal niks. Aanvankelijk blijft dan het hele systeem gaat alleen maar die classification doen. Classification is eigenlijk niks anders dan het herkennen van soorten data, maar dat betekent eigenlijk nog helemaal niks. Maar op het moment dat we onze sensitive information types hebben ingegeven en daarmee dus soorten data in verschillende soorten bestanden herkend hebben, dan kunnen we een volgende stap nemen. En die volgende stap zegt dan, oké, misschien is het dan nu tijd om die data te labelen. Dus wat je gaat doen is dan, als je wil, dat is optioneel, labels toepassen op die bestanden die de data, op de bestanden die de data in zich hebben. En zo'n label toepassen, of in ieder geval een label toepassen, dat is eigenlijk een twee stappen plan. Misschien moet ik eigenlijk even eerst eens bepalen wat een label is. En eigenlijk is dan de stap daarna, is dat je dan een label daadwerkelijk gaat toepassen op de data en op de files die we hebben. Nou, en als we dan gaan kijken naar wat zo'n label doet, dan is zo'n label, dat is eigenlijk, als je er naar kijkt, is dat het regelt twee dingen. Het eerste wat het regelt, is dat je er data encryption mee kan regelen. Dus je kunt een label maken en dat label dat versleutelt de data. En wat het label kan doen, is access control op de file regelen. Dus je kunt zeggen, hey, ik heb hier een document, daar zitten medische informatie in. Ik pas dat label toe op het document en daarmee automatiseer ik twee dingen. Namelijk ten eerste dat de inhoud van het document versleuteld wordt. En ten tweede dat de toegang tot het document bepaald wordt door wat wij in dat label als policy aanwijzen. En het leuke is dat je dus van tevoren al zoiets kan regelen als, hey, stel je voor dat wij nou data herkennen als bijvoorbeeld management data of van een afdeling human resource data. Dan kunnen we zeggen, oké, als we dat label human resource toepassen op een document, dan regelen we dat het versleuteld is. Maar ook gelijk dat alleen maar mensen van de afdeling human resource dat bestand kunnen openen, bekijken en alles. En bijvoorbeeld voor management documenten kan alleen maar het management team er iets mee doen. En voor andere soorten documenten kun je zeggen, het hele bedrijf mag het lezen. Dus allemaal verschillende manieren kun je alvast van tevoren
regelen. En dat kun je ook doen op basis van groeplidmaatschappen. Dus van, hey, iemand, stel er komt een nieuwe manager, dan heeft hij meteen toegang tot al die documenten die daarmee gemoeid zijn. Maar deze policies, dat zijn policies, dat zijn de zogeheten security policies. Want er zijn ook nog andere soorten policies. Nee, die vraag had ik niet opgenomen. Maar ik had maar het opnieuw maken van mijn document. Van mijn tekening wel. Dus eventjes voor de duidelijkheid. We hebben verschillende soorten data. Nee, dat toepassen van die policies. Dat doe je dus echt. Dat kan compleet automatisch. Door dat er in de systemen. Herkenning zit van die sensitive information types. Ja, dus op het moment dat we even kijken. We hadden het over een file server gehad. We hadden het over bijvoorbeeld SharePoint online gehad als locatie. We hadden het over Exchange gehad. Nou, ik ga eventjes even wat snel, want het tekeningetje in totaal is wel mooi. Als ik het zo, ik moet eerlijk zeggen, dit is voor mij de eerste keer dat ik op deze manier dit teken. Dus ik dacht van, nou, ik vond dat ik wel goed onderweg was. Maar dat kan handiger. We hadden dus een AIP-scanner die mogelijkheid geeft om het vinden van die soort data. Built-in systeem voor Exchange, voor SharePoint hebben we built-in systemen om data te herkennen. En voor endpoints ook, dus op je clients ook. Ik moet echt niet meer op die... ik moet gewoon van mijn knoppen afblijven. Die tekentool die is super vet. Deze handige tool. Maar als ik buiten mijn tekening iets doe met mijn computer, dan ramt dat ding meteen, die zegt meteen van, nee, dat gaat niet helemaal lekker dan. Dan houdt het er meteen mee op. Nou ken ik, ja, de tool heet Zoomit. Nou ken ik toevallig degene die Zoomit gemaakt heeft, ken ik vrij aardig. Dus ik heb er bij hem neergelegd van, joh, doe eens een update, zodat ik gewoon buiten die tool kan klikken, tijdens dat ik aan het tekenen ben. Nou ja, daar zou je naar kijken, maar hij is best een druk mannetje, want die gast is de CTO van Azure. Dus die heeft al, die heeft meer dingen te doen. Maar die, dat is in ieder geval waar je, hij is in ieder geval verantwoordelijk. En whiteboard, kun je dat niet gebruiken? Is dat niet handig? Nou, dat vind ik minder handig, omdat ik, zeg maar, de manier waarop ik hier kan tekenen, hè, met mijn muis en mijn toetsenbord, want zo teken ik, dat gaat eigenlijk wel, dat gaat super soepel eigenlijk. Dus vandaar dat ik daar wel iets relaxter vind. Data classification is de eerste stap. Nou, vervolgens die data classification, daar hadden we van gezegd, dat gaat op basis van sensitive information types. Dat is wel een belangrijk onderdeel ervan. Sensitive non-Alex information types. Dat zijn de, en die heb je dus built-in in Microsoft 365, maar die heb je ook dat je die custom kan aanmaken. En daar hadden we van gezegd, dat kan bijvoorbeeld door middel van keywords of door middel van regular expressions. En dan was dus, zeg maar, die sensitive information types, die geven dan ons de mogelijkheid voor het creëren van labels. Doen we netjes gewoon typen, Alex. Labels. En het volgende stapje is het toepassen van die labels. En dat is eigenlijk waar jouw waar jouw vraag over ging. Dus voordat we die stap gaan zetten, die labels, nou, ik heb in één keer een nieuw idee over hoe ik die hoe ik dit wil weergeven. Die labels komen in twee smaakjes. Je hebt de security labels en je hebt labels die zeggen iets over data retentie. Dus je kunt ook zeggen, ik wil graag retention labels toepassen. En dat is een andere invulling van hetzelfde systeem van data classification en sensitive information types. Als we gaan kijken naar de security labels, dan wat je daarmee doet is data encryption, dus echt het encrypten van de content en het access control, hè, dus wie mag het document dan ook daadwerkelijk openen, hè, op basis van groepen, op basis van groeplidmaatschappen. Waar je lid van bent. Dat is wat security labels doen. En wat je doet met retentie labels is, ja, eigenlijk zegt het woord het al, data retention regelen. En wat bedoelen we nou met data retention? Is
ervoor zorgen dat bijvoorbeeld bepaalde bestanden niet binnen 5 jaar gedelete kunnen worden. Of juist niet na 5 jaar nog bekeken kunnen worden. Dus je hebt bepaalde eisen aan de hand van de overheid of bepaalde branches waar je in zit. Hè? Financiële sector, de medische sector, voor de belastingdienst heb je een aantal dingetjes die je moet regelen. Hè, dat kun je doen met data retention policies. Goedemorgen Otmar. Welkom bij de club. Oh, hij is alweer weg en hij is alweer terug. Nou, heel goed. Goed dat je er bent, Otmar. Ik was het al aan het opnemen voor je, dus dat komt goed uit, hè? Ja. Goedemorgen. Had je de opname alweer gestart? Alex? Jazeker. Ik heb die opname gestart voordat ik weer ging tekenen. Dus dat hele samenvattingje heb ik ook erbij gehaald. Hey, dus op het moment dat we gaan kijken naar werken met data, dan kunnen we dus op verschillende locaties onze data vinden. Facebook moet je even rekenen, dat is niet alleen Facebook, dat zijn ook andere third-party locaties. En op het moment dat wij data willen gaan waarderen op inhoud, ja, dan moeten we dat doen door middel van classification. En daar gebruiken we sensitive information types voor. Dat zijn dus de manieren om bepaalde soorten data te herkennen. En dan kunnen we labels gaan toepassen. Security labels of retentie labels. Retentie labels gaan dus echt over de plichten die je hebt om iets met data te doen. Van hey, dit is een medisch dossier. Daar moeten we dus minimaal 10 jaar bewaren. Maar ook maximaal. Want na 10 jaar moet je het ook verwijderen bijvoorbeeld. Nou, dat soort combinaties van instellingen kun je dan doen op deze retentielabels. Je hebt zelfs ook nog, en dat doe je ook op basis van die retentielabels, kun je records management doen. En dat is net even anders. Je kunt zeg maar, je hebt zeg maar verschillende opties. Je kunt eigenlijk zeggen van, nou, ik heb data retentie kan als een soort van archive dienen, hè, zodat je nog bijvoorbeeld zeker weten dat bepaalde data niet binnen 10 jaar verwijderd is, maar je kunt er nog wel bij en je kunt eventueel die data nog wel verwerken. Maar sommige data mag je gewoon niet meer veranderen na een bepaalde periode. Dan praten we over records management. Dan, je kunt een label toepassen wat een document markeert als record. En als een document gemarkeerd is als record, dan heb je eigenlijk wat je dan hebt is dat het niet meer aangepast mag worden. En dat kun je dan ook voorkomen daarmee. Het heeft niks te maken met een record in een database of in een Excel sheet of iets van de. Nee, zeker niet. Een data marken als record is echt op een compleet documentniveau. Ja, dus op documentniveau zeg je van, hey, dit is nu een record en daarmee mogen we het niet meer aanpassen. Dat is puur afhankelijk van de wet of de policy waar je mee te maken hebt. Nou, op het moment dat we dit willen gaan uitvoeren, dus we kunnen die labels kunnen gaan definiëren. Dus een van de stappen is dat je labels moet gaan, je moet die labels definities van maken. Define your labels is een van de stappen die erbij horen. Maar als je ze dan eenmaal gecreëerd hebt, dan moet je die labels gaan toepassen. En dat toepassen van die labels, dat kan op verschillende manieren. Maar een van de eerste stappen is dat je daarvoor een policy creëert. Een policy die ervoor zorgt dat labels worden toegepast. En die policy, die policies die kun je op verschillende locaties en op verschillende manieren kun je die gaan uitvoeren. Een van de manieren is door bijvoorbeeld een gebruiker op zijn computer. Dus stel je voor, ik heb een gebruiker die heeft een machine. En het leuke is, of die machine nou een Windows computer is of een Mac OS computer of bijvoorbeeld een iOS of een Android device, dat maakt eigenlijk in dit geval allemaal niet uit. Want voor Windows en Mac heb je de mogelijkheid om een client te installeren. Dat is de AIP client, de Azure Information Protection Client. Die installeer je op je computer. Maar bijvoorbeeld voor iOS en Android heb je eigenlijk twee opties. Je hebt de AIP Viewer Application.
Die bestaat trouwens ook voor Windows, zit ik nou te bedenken. Maar je hebt zeg maar het toepassen van zo'n label. Kun je op iOS en Android ook, dat zit built-in in de Office apps. Built-in Office applications die je installeert op je device. Dus als jij bijvoorbeeld Word hebt voor iOS of voor Android, dan zit daar automatisch het toepassen van labels in die client. En ook het kunnen openen van documenten die al een bepaald label toegepast hebben, zit ook in die client. En voor Windows moet je een stukje extra software installeren. Voor Office voor Mac heb je ook de ingebouwde client zitten. Denk ik, moet ik eerlijk zeggen, dat ik dat niet zo goed weet. Want ik heb geen Mac. Maar volgens mij zit er ook standaard bij Office al in. Bij Windows niet. Bij Windows moet je echt iets extra's doen. En wat je dan zou kunnen doen is zo'n policy zeggen, nou, ik ga zo'n policy, die pas ik toe en die assign ik dan aan bepaalde users. Hè. Dus een policy is, die kun je assignen aan bepaalde users en daarmee geef je die gebruikers het recht om zo'n policy toe te passen. Dus dan krijg je in Word, ik zal het zo meteen laten zien, want ik heb het in mijn omgeving ook aangezet. Je krijgt bijvoorbeeld in Word of in Excel of in PowerPoint of in Outlook, krijg je dan een extra optie, een extra knop eigenlijk. En dan kun je die knoppen met die labels aanklikken. Dus jij bent nu een document aan het schrijven en je zegt, nou, dit is een medisch document, weet je wat ik doe? Ik druk op de knop Medical en klik en dan wordt automatisch het label Medical applied. Dan moet je wel opletten dat er dus een verschil is. Dat op het moment dat wij bijvoorbeeld bij access control, kunnen wij hier in zo'n label vertellen van goh, wie heeft toegang. Hè? Dus wie kan die file en dan ook nog met wat permission, dus met welk recht, kunnen we die file openen. Hè? Dus je kunt zeggen, ik heb iemand van de sales afdeling mag alleen maar lezen, maar de sales manager mag iets wijzigen bijvoorbeeld. Hè? Daar zit verschil in. Dat is wat je hier regelt met zo'n label. En als je een policy maakt, dan assign je die aan users. Dat kan een andere resultaat hebben als wat dat access control doet. Dus je zou in theorie kunnen zeggen, ik heb een label gemaakt die bijvoorbeeld data kan versleutelen en toegang geven alleen maar voor de HR-afdeling. Maar ik kan dat label aanwijzen aan iemand van de sales afdeling. Dus dat betekent dat als ik iemand van de sales, die kan een document maken, die kan dat vervolgens labelen als HR. En vervolgens kan alleen nog maar de HR-afdeling het lezen en de persoon die het gecreëerd heeft, want die is standaard owner. Maar dat betekent dus dat hoeft niet per se te matchen. Nou, er zijn er niet zo heel veel scenario's waarin je dat specifieke voorbeeld zou willen. Juist niet, denk ik. Maar dat is in ieder geval waar je naar zou kunnen kijken. Dus zo'n label, policy, die kan dus toegewezen worden aan users en daarmee kun je die users het recht geven om zelf die knoppen in te drukken, om zelf een bepaald label toe te passen. Maar het leuke is dat zo'n policy, die kun je ook nog een soort van instelling, die kun je ook nog gebruiken in een soort van auto-apply setting. Waarin je zegt, van nou, het systeem, hè, de user maakt een document. Dat document is aan het typen, er zit allerlei persoonsgebonden informatie in. Op het moment dat we daar aan het typen zijn, dan zegt het systeem, nou, ga lekker typen. Maar op het moment dat dan het document wordt opgeslagen, dan zeggen we, oh, we gaan kijken wat voor soort data we hierin herkennen. En op het moment dat wij het opslaan, dan krijgt die user op een gegeven moment een melding die zegt van, hey, ik zie deze data erin. En dan hebben we twee opties. De eerste optie is, goh, gebruiker, misschien is het handig als jij dit label zou toepassen. Dan is het een Dan heeft de gebruiker nog de keuze, maar hij wordt een soort van gewaarschuwd van, hey, let je wel op, want er zit dit soort data in. Aan de andere kant kunnen we er ook voor kiezen om dan te zeggen, nou, we geven die gebruiker helemaal geen keuze. Het wordt gewoon toegepast, punt. Want wij herkennen dit soort data, daarom, bam, wordt het geregeld. Die keuze heb je en dat kun je dan ook weer per policy kun je dat gaan toepassen. Dus dat is wel een handige, waarbij je dus die, uh,
daar wat controle in kan zijn. Dus je kunt aan de ene kant kun je zeggen, ik ga zo'n policy assignen aan users. Maar er zijn ook nog andere opties. Wat je ook zou kunnen doen is zeggen, ik ga bijvoorbeeld zo'n policy toepassen op bepaalde locations. Assign to location. En een location zou bijvoorbeeld kunnen zijn SharePoint. Of als je Teams gebruikt, gebruik je ook SharePoint als dataopslag. Dus bijvoorbeeld een SharePoint site of een library. En wat je dan doet eigenlijk is zeggen van hey, ik heb dus een SharePoint site. Die hoort bij het Human Resources team in Microsoft Teams. Als iemand daar een document in opslaat, in een bepaalde library daar. Dus stel je hebt in een Teams heb je een channel gemaakt. En die channel die heet contracten of salarisafspraken. Nou, dan heb je de documenten die je dus op een bepaalde plek wegzet in SharePoint. Krijg je ook automatisch dat label toegepast. Dus dat kun je ook nog doen. Dus dat geeft eigenlijk aan twee kanten een optie. Zeker als het gaat om security labels, dan zijn dat wel handige dingetjes. Zeker, maar ook voor retentie kun je ook op bepaalde locaties kiezen. Van hey, maar als ik dus bijvoorbeeld de afdeling HR, die heeft allemaal contracten die we opslaan. Nou, hartstikke goed. Die contracten moeten worden opgeslagen, maar voor de wet moeten die ook nog minimaal 7 jaar bewaard worden. Ja, dan kunnen we gelijk eigenlijk zeggen, dan doe maar meteen ook zo'n retentiepolicy erop. Want ja, dan hebben we meteen op die manier de data retention toegepast voor de type data op basis van de plek waar we het opslaan. Dus dat soort zaken kun je dan daarin gaan meenemen. Nou kun je zelfs nog die sensitive information types, die kunnen we op meer manieren gaan implementeren dan alleen maar labels. Die sensitive information types zelf, daarvan hebben we ook nog de mogelijkheid om te zeggen, nou, die willen we gaan meenemen bijvoorbeeld in zogeheten data loss prevention policies. Data loss prevention is een techniek die we in Microsoft 365 kunnen meenemen. Niet alleen Microsoft heeft dat hoor, daar hebben we er meer. Waarin jij kunt zeggen van nou, op basis van de content kunnen wij bepalen waar data mee gedeeld wordt. Dus we hebben hier eigenlijk, dit noemen we dan sharing control, met wie delen we bepaalde data op basis van sensitive information types. Dus dan zou je kunnen zeggen van, ik heb bijvoorbeeld een creditcardnummer en die stop ik in een mailtje. Ja, dan is de vraag, willen wij dat mailtje kunnen sturen naar iemand buiten onze organisatie of willen we dat juist niet doorlaten? Maar je kunt ook zien, bijvoorbeeld bij data loss prevention werkt ook op bijvoorbeeld OneDrive of SharePoint en ook in Teams en chat messages. Dus je kunt ook zeggen, hey, als iemand een creditcardnummer in een chatberichtje stuurt naar iemand van buiten de organisatie, kunnen we ook zeggen, hey, dat mag niet. Of op het moment dat iemand een document maakt in SharePoint, opgeslagen en in Teams hebben we iemand uitgenodigd van buiten de organisatie om dat document in te zien, ja, dan kun je zeggen, hey, maar wacht even, dit document bevat vertrouwelijke informatie, iemand van buiten de organisatie mag dat niet lezen. Nou, dan kun je ook op dat niveau zeggen, dan gaan we dat niet doorlaten. Data loss prevention policies kun je creëren. Dat is een sharing control mechanisme die ervoor zorgt dat we bijvoorbeeld op Teams, SharePoint, OneDrive en Exchange niet zomaar data kunnen delen met zomaar iedereen buiten de organisatie, maar je kunt dat zelfs ook nog, je kunt dat zelfs nog verder doortrekken. Je zou kunnen zeggen, nou, dat is misschien ook niet handig om dat tussen verschillende afdelingen te doen. Even een vraagje. Ja. Als ik nou samenwerk met een bedrijf en ik. Bing. Hey, dus als we gaan kijken naar data loss prevention, dan kun je dus echt wel. Met data loss prevention kun je dus zeggen van, ik wil dus voorkomen dat bepaalde data gedeeld wordt met mensen bijvoorbeeld buiten de organisatie, maar dan kun je ook binnen de organisatie regelen. Als je dat binnen de organisatie regelt, ja, dan heb je een aantal van die, ja, dat zijn een soort van gerelateerde dingetjes. Bij Microsoft noemen ze dat information barriers. Information barriers, dat zijn van die, is dat volgens mij met één R, information barriers. Dan kun je dus zeggen, ik heb bijvoorbeeld bepaalde afdelingen binnen mijn organisatie
En om nou vanuit een bepaalde afdeling neutraliteit te waarborgen, denk bijvoorbeeld aan de legal department of zo, dan zou je kunnen zeggen, oh, dan wil ik graag dat die afdeling niet kan communiceren met andere afdelingen binnen hetzelfde bedrijf. En dus ook gewoon op die manier, hè, het tegenhouden van bepaalde informatie kunnen we dan ook op die manier regelen. Hier staan met twee R'en. Is het, ja? Dan doe ik het met twee R'en. Ja. Dankjewel. Information barriers. Dus dat is ook een manier, terwijl je normaal gesproken met data loss prevention vooral kijkt naar, ja, het delen van data, laten we zeggen. En dan wordt er eigenlijk gezegd van, hey, dit is organizational data. Bijvoorbeeld richting. En dan kijken we naar external recipients. Recipients. Data loss prevention was in Microsoft 365 aanvankelijk een heel een echt ding voor Exchange. Maar tegenwoordig zit dat op een veel hoger niveau, want dat kunnen we doen op Teams, SharePoint, OneDrive en Exchange. En volgens mij ook in Yammer zelfs. Je kunt tegenwoordig ook nog dit in Yammer regelen. Dan zie je dus dat daar best wel wat, wat dingetjes zijn die daar handig aan zijn. En daar worden ook die sensitive information types voor gebruikt. Dus als je die sensitive information types, die komen eigenlijk op heel veel plaatsen terug. Dat is een systeem dat dus op basis van machine learning en op basis van codeherkenning, string recognition, gaat die kijken van, hey, wat voor soorten data kom ik nou tegen? Maar je kunt natuurlijk voorstellen dat die sensitive information types, dat is niet letterlijk dat het zegt, het is altijd een creditcardnummer, het kan ook gewoon een reeks getallen zijn. Daar zitten ook weer bepaalde, in een creditcard zitten bepaalde controlepunten in. Hè? Dus een webapplicatie kan heel snel al herkennen of een creditcard, het creditcardnummer, het goede creditcardnummer is of niet. Maar dat komt omdat, laten we zeggen, het laatste blokje getalletjes van een creditcardnummer, dat zijn eigenlijk controlegetalletjes van de cijfers die ervoor zitten. En die rekensom, die kun je meenemen bijvoorbeeld, maar ja, daar kun je ook nooit 100% van zeggen of dat helemaal precies klopt. Dus die sensitive information types, die werken ook heel vaak met de kans dat het klopt wat we hebben. Dus je kunt zeggen, hey, als ik nou weet als ik voor 60% zeker weet dat het een creditcardnummer is, dan kan ik zeggen, dan gaan we dat label, die classification daarop toepassen. Je kunt ook zeggen, nee, daar wil ik veel strikter in zijn als het voor 100% een creditcardnummer is. Maar ja, dan heb je natuurlijk de kans dat er dus ook creditcardnummers gedeeld worden die dus eigenlijk protected hadden moeten zijn, maar die worden daarmee niet protected. Omdat we dan de match minder strikter hebben of minder strikt. Maar als je dus gaat kijken naar de toepassing, ja, dan zitten we dus eigenlijk globaal gezien praten over data classification. Sensitive information types zijn manieren om data te herkennen en een bepaalde waarde te geven. En dan hebben we daar verschillende oplossingen in. Labels voor security and retention of andere oplossingen. Bijvoorbeeld data loss prevention voor data die onderweg is. Hè? Want dat is data die aan het gedeeld wordt. Nou, het leuke van die labels is dat we die labels toepassen op documentsniveau. En daarmee gaat de label mee met het document. Dus op het moment dat een gebruiker bijvoorbeeld op zijn computer lokaal opgeslagen allemaal documenten heeft met die labels, ja, dan hebben die labels zijn van toepassing ook op die files op die computer. En op het moment dat dus iemand dan denkt van, goh, ik ga een USB-stick vullen met al die documenten en die USB-stick die verlies ik en iemand anders pakt die op en die gaat die documenten zitten bekijken, dat kan dan niet, want alle content is versleuteld ten eerste en ten tweede access control. Dus we moeten per se verifiëren voordat we zo'n document openen of wij wel lid zijn van de juiste groep. Je zou dus deze situatie ook kunnen inzetten als bijvoorbeeld een gebruiker in dienst is, allemaal documenten lokaal op zijn computer heeft en we ontslaan die persoon en die heeft zijn computer nog niet ingeleverd. Maar we zetten wel alvast zijn account uit. We disablen zijn user-object in Azure AD. Ja, dan op dat moment kan hij ook die documenten niet meer openen, want hij heeft het recht niet meer. Hij kan niet authenticeren, waardoor hij dus niet meer bij het document kan. Nou, er zit nog wel een situatie tussenin. Bijvoorbeeld, ja, stel je voor dat ik niet kan authenticeren, maar ik ben wel nog in dienst. Ik zit in het vliegtuig, ik heb geen internet, maar ik wil wel aan het document kunnen werken. Nou, dan heb je ook
in zo'n label allemaal settings die je kan meenemen. Bijvoorbeeld van, je mag dit openen, maar je mag dan maar maximaal 24 uur offline zijn. Dus ik kan, als ik offline ben, nog 24 uur in dat document, maar daarna niet meer. Dus wel op het moment van openen. Dus stel ik ben aan het werken in een document en de 24 uur verstrijkt, dan ben ik niet in één keer uitgekikt. Dan niet. Maar het is wel zo dat dan dat een... Dus, als we zeggen van, hey, je mag maximaal 24 uur, nou ja, laten we zeggen, offline zijn, dan heb je daar in ieder geval een bepaalde dingetjes die je daarmee kan regelen. Kun je dat ook aan een regio koppelen? Nee. In China mag je hem niet openen? Nee, kun je niet aan een regio koppelen. Je kunt, wat je wel zou kunnen zeggen is, ik wil vanuit China überhaupt niet kunnen inloggen. Dus dan wordt eigenlijk, zeggen we dan vanuit China, vanuit China gezien, ben je offline. Ja, dat zou misschien iets kunnen zijn. Maar dat moet ik zeggen, dat heb ik nooit op die manier geprobeerd. Dus ik heb geen idee of dat ook daadwerkelijk werkt. Maar dat zou in ieder geval iets kunnen zijn wat we zouden kunnen proberen. Ik heb wat van die verhalen gehoord van, ik heb bij een grote scheepsbouwer gewerkt. Die zeggen, ja, als je naar China gaat, moet je eigenlijk een lege laptop meenemen en een telefoon. En die alleen daar gebruikt en daarna weggooit. Want, dat is een dure hobby. Kan de overheid er allerlei dingen indrukken, dingen mee doen, dingen uitsnuffelen, houd je in de gaten. Nou, ik weet wel. Als je dat... al wat kan in China. Ja, nou, ik weet volgens mij, ik geloof wel dat daar wel iets zit met betrekking tot dat zij wel het recht voorbehouden om jouw hele laptop te lezen en dat je dus ook geen versleuteling op je systeem mag hebben bijvoorbeeld, dat soort dingen. Daar heb ik ook wel eens iets van gehoord. Dan moet ik eerlijk zeggen dat ik niet helemaal zeker weet of dat helemaal klopt. Maar dat, China is wat dat betreft wel een bijzonder land. Hè? Dat zeker. Het is heel erg onlogisch lijkt dat je bepaalde versleutelde documenten niet overal kan openen. Ja. Nou ja, dat is misschien wel. Misschien moet je dan maar zorgen dat mensen sowieso geen documenten op zijn computer hebben. Dus dan altijd maar via SharePoint werken of zo. Hè? Dat kan ook. Wat ik weet is dat driekwart van je applicaties zo ook niet werkt als je in China bent, omdat puur gewoon die connectie geblokkeerd is. Ja, nou, ik heb een keer in Oman moeten werken. Ben ik een weekje in Oman geweest. En daar werkt bijvoorbeeld alle videostreaming niet. Dus bijvoorbeeld Skype en zo en FaceTime en dat werkt daar allemaal niet. Omdat dat wordt daar geblokkeerd, zeg maar. Dus ja. Hey, dus we hebben, als we gaan kijken naar de verschillende opties, ja, dan zien we dus dat we die labels kunnen applyen op basis van users of op basis van locatie. Dat is op zich handig. Die data, die security en zo, dat gaat allemaal mee met de documenten, dus het maakt eigenlijk niet meer uit waar we die data dan opslaan. Nou, en dat geeft ons een behoorlijk prettig gevoel als het gaat om de security die erbij hoort. Dus dat geeft ons, daarmee hebben we dus eigenlijk een extra laag van security, no matter where the data goes. En dat is prettig. Nou, ik zat te denken, als je nou een andere ERP-pakket hebt... Die hele portal van security.microsoft.com en ook de portal van compliance.microsoft.com, die zijn zodanig veranderd dat het nog wel een uitdaging wordt. Want ik zie nu wel de labels, dus die kan ik doen. Maar wat ik daarvoor een onderdeel wat ik nodig heb om dit te kunnen doen, is een stukje, en dat gaat over de sensitive information types. En dat is een beetje lastig, dat zie ik nou net hier niet staan. Misschien onder more resources, als ik eens even kijk. Dat gaat ook over Azure Information Protection, maar daar wil ik niet zijn. Dat is lekker handig, ze hebben het natuurlijk allemaal weer, veranderd. Hier zien we verschillende policies. Nou, bij policies zit daar niet in, dacht ik zo. Kijk, bij data loss prevention maakt hier ook gebruik van dit soort oplossingen.
Dus wellicht moet ik dus echt iets gaan zoeken. Shit zeg. Nee, maar dat was ik net, hè. Insider Information Protection. Dit is waar mijn labels zijn. En, maar dit zegt, dit, en, maar dit zijn niet mijn sensitive information types. Dus dan is de grote vraag, Alex, waar heeft Microsoft nou die sensitive information types gelaten? En dat zit, hè, waar, fijn dat die zoekmachine, hè, dat die zoekkoppeling hier zit. Nee, dat zal hier niet zitten. Dat zal hier ook niet zitten. Mons G. Ja. Dan verwacht ik dat het hier ergens moet zijn. Oh, hier. Data classification. Ah, oké. Okay. Data classification. Joepie de poepie. Yes. Dat is, ja, de go-to meeting is vrij enthousiast met mijn computer. Moet ik zeggen. Maar hier vind je dus de sensitive information types. En als je daarna gaat kijken, dan zie je dus dat daar allerlei soorten data al bestaan. Hier zie je bijvoorbeeld, kies bijvoorbeeld het Braziliaanse National ID Card. Nou, daar kun je naar kijken. Nou, er valt op zich weinig mee te doen, zeg maar. Je kunt, hier kun je niks mee, dit is er of niet. Hier staat ook, hè, built-in sensitive types are not editable. Nou, dat is goed om te weten. Nou, zo heb je nog meer, hè. Dus je kunt zeggen, ja, maar ik heb nog veel meer. Ik heb hier Kroatië, Cyprus, Denemarken, nou, van allerlei soorten landen. Nou, wij in Nederland zullen dan zeggen, goh, dat is met name, heeft dat te maken met bijvoorbeeld citizens numbers, hè, BSN, paspoortnummers of je driver license nummer, dat soort zaken. Dat kunnen we hier herkennen. Maar je kunt ook ervoor kiezen om je eigen sensitive information type te maken. Dan ga je naar Create Information Type. En daarin vind je dan een paar settingjes die je kunt gaan definiëren. Jij zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik heb Sensitive Information Type. Nou, iets met management data of zo. Management data. Nou, dan geef je dat ook een naampje. Management data. Een description erbij. Next. Nou, dan kun je zeggen, oké, hoe gaan we nou matchen? Wat is nou voor ons management data? En dan kun je een element toevoegen. En dan kun je zeggen van, goh, we moeten bepaalde content matchen, detecteren. Dat kan zijn op basis van een keyword. Dan kun je zeggen, nou, stel je voor, er staat het woordje strategie in. Strategie bijvoorbeeld. Of er staat het woordje management in. Op deze manier, management zit erin. Nou, dan kun je op die manier gaan zoeken naar bepaalde woorden. Oh, je moet trouwens even een comma ertussen zetten. Even kijken, wat zegt hij? Separated by comma. Dus dan doe ik het zo. Op deze manier. En, dus zo, manier, zo kun je dat doen. Vervolgens dan kun je zeggen, nou, als dat zo is. Maar je kunt ook zeggen, nee, ik heb een bepaalde regular expression. En dan kun je die hier inzetten. Mocht je nou denken van, goh, hoe zit dat dan? Dan kun je uiteraard met Bing zoek je naar bijvoorbeeld regular expression tester. Bijvoorbeeld, dat is wel een mooie daar zitten wel mooie toeltjes achter. Bijvoorbeeld deze, learn, build and test. Die is wel mooi, want dan kun je namelijk op basis van een bepaalde guidance, kun je een regular expression maken, die zie je hier. En dan gaat hij dus in deze tekst herkennen wat je daar bouwt, zeg maar. Dus hier zie je allemaal manieren om bepaalde soorten data te gaan herkennen. Nou, dat is hoe je dat doet. Die kun je, die string die je hier maakt, die kun je dan vervolgens in, die kun je hier toepassen. En dat is, als we onze classification hebben, dan kunnen we ook nog zeggen, bijvoorbeeld, dus je kunt zeggen, nou, ik heb bijvoorbeeld een bepaald keyword. Stel je voor, het keyword is management of zo. Dat is dan ons, dat is ons keyword waar we naar op zoeken. Dan kun je ook nog supporting elements doen. Dus bijvoorbeeld ook nog extra regular expressions of andere woorden in een ander. Hè? Dus je kunt nog meer dingen doen dan alleen maar één. Hè? Kun je doen de confidence level. Hè? Dat is dus de match niveau. Van, nou ja, de default is 60%. Dus als het meer dan de helft kans is dan dat dit het is, dan gaan we daar iets van vinden. Nou ja, en het aantal karakters kun je daarin meenemen. Dus
Vanaf hoeveel karakters, dus denken wij dat het bij dat soort data hoort. Kijk, als het maar een briefje is van twee regels, ik noem maar iets, ja, dan is dat misschien minder interessant om iets mee te doen dan een document van twee pagina's bijvoorbeeld. Maar dat is dan in principe je match. En vervolgens zeg je, oké, finish, en dan heb je je sensitive information type. Ik ga er bij mij, ga ik daar niet opslaan, maar ik heb er al eentje gemaakt eerder. En dat is een, ik had hem genoemd in mijn omgeving, mijn sales information type. Dit is eentje die ik zelf gemaakt heb. En als ik daarnaar kijk, heel simpel dingetje hoor. Die zegt, als er in een document het woord invoice zit of quote, hè, dat zou je kunnen bekijken. Dus ik kijk in een keyword, invoice of quote of quotation of zo. Ik heb wat woordjes erin geduwd. Dan vinden we dat een document met zulke soorten data erin. Nou, wat je dan ook nog zou kunnen doen, om als jij hiermee bezig bent en je bent het aan het bouwen, dan kun je bijvoorbeeld ook nog een test doen. Dus je kunt zeggen van, nou, ik heb een bepaald document en dat document, dat wil ik graag daarmee testen. Dus ik zeg hier test. Nou, wat je dan zou kunnen doen is zeggen, ik pak een document en die laat ik hierin vallen. En dan gaan we kijken of die dat in dat document die sensitive information type kan herkennen. Nou heb ik zomaar een of ander Word document gepakt waar niet, nou waarschijnlijk niet die woorden in zitten. Maar ik zal zo meteen ook maar eentje maken waar het wel in zit. Dan kun je zien dat dat ook een systeempje is wat het wel doet. Nou, misschien tijdens dat we aan het wachten zijn even Word openen. Om dan ook maar gelijk te laten zien hoe we die documenten toepassen. Dat ik dus in mijn eerste document wat ik net geprobeerd heb, zie je dus dat er geen sensitive content gematcht is. Nou, ik heb hier Word geopend. Als ik hier ga kijken naar Word, dan kan ik gewoon beginnen te typen. Hè. Dit is een quote of zo. Hè. En hier is een invoice. Nou, dan match ik al die woorden. Nou, als ik deze opsla, dan sla ik dat maar even op. Op mijn computer. Even kijken, wat kan ik kiezen? Browse. En dan wil ik dat doen op mijn desktop. Maar dat lijkt me wel een mooi plekje hiervoor. Dit is een quote. Dus document is opgeslagen. Nou zie ik hier, als ik nou terug ga. Oh, sorry. Als ik hier ga kijken en ik zeg terug, probeer het nog een keer. En ik pak dan dat document wat ik net gemaakt heb. Nou is het alleen even zoeken. Waar heb ik hem opgeslagen? Want ja, ik heb natuurlijk niet op dit stukje desktop. Ik dacht dat ik hem had opgeslagen. Nou, waarom? Echt serieus. Dit is openen. Hier misschien een keer. Ah, ik heb hem. Nee, ik moest even mijn desktop refreshen. Hier, op z'n keer. Dus ik pak hem hierin. Dus ik laat hem hier vallen. Dit is een quote. Test. Nou, oké. Dan gaat hij dus die content van dat document lezen. En als het goed is, gaat hij zo meteen herkennen dat hier sales data in zit. Dan weet ik bijna zeker dat het werkt. Want als ik in Word keek, dan had Word het zelf ook al bedacht. Je ziet hier al, hè, ik heb hier invoice en quote. Dat zijn twee echte matches, zoals je daar ziet. Dus dat werkt. Maar dan wist ik wel dat dat ging werken, want, en dan kan ik ook deze wizard even uit. Als ik nou Word terug open, dan zei Word het zelf ook al tegen mij. Hey, dit sales label zou moeten toegepast worden vanwege de content. En dan kan ik als gebruiker nu zeggen change. En je ziet hier ook al deze knoppen staan, hierboven in beeld bij Word. Dat zijn ook die knoppen, dat zijn mijn labels die ik via een policy aan mijzelf heb toegewezen. Dus deze labels heb ik. En toegewezen via een policy, je hebt ook nog deze knop, sensitivity, dan kun je ook nog die labels selecteren. En hier heb je die knop show bar, die laat dan wel of niet dat balkje zien aan de gebruiker op deze manier. En daar kun je dan mee werken. Dus dit is het resultaat eigenlijk van een label en een policy. Maar zover waren we eigenlijk nog niet in het verhaal, want als we kijken naar het verhaal, dan waren we dus nog op het plekje dat we die sensitive information types moesten gaan definiëren. Maar die zien we hier nu staan. Nou, je hebt nog meer van verschillende locaties. Dat kan 7 tot 14 dagen duren. Weet je wat ik doe? Ik ga het gewoon start de proces. Maar Microsoft heeft al een aantal soorten trainable classifiers gevonden. Bijvoorbeeld
harassments of resumes. Dat zijn dan, hè, dat zijn de hoe noem je dat ook weer? Een curriculum vitae, hè, cv's van mensen. Of offensive language. Of bedreigingen. Nou, zo heb je dus allerlei trainable classifiers. En nu gaat dat ding bij mij 7 tot 14 dagen scannen. Dus ik kan op dit moment daar nog niet zelf iets mee doen hier. Maar bijvoorbeeld wel die offensive language bijvoorbeeld. Dat is zo'n trainable classifier. En dan kunnen we dan naar kijken van, goh, komen wij dan binnen onze organisatie dan dat soort data tegen? En dan kunnen we ook kijken hoe bijvoorbeeld deze classifier daarin werkt. Dus je ziet hier bijvoorbeeld, hè, wat doet nou, hè, een beetje een overzicht van dit soort data. Recommendations, maar er zijn nog geen matched items. Dus op dit moment zien we nog niks wat met dat soort data te maken heeft. En we kunnen dus ook bepalen van, goh, op welke locaties, hè, dus op welke locaties gaan we dan naar bepaalde soorten data zoeken. Eventueel kunnen we ook hier feedback op geven van, hey, ik zie nu bijvoorbeeld woorden en nou, heel eerlijk, dat zie jij als offensive, maar wij zien het absoluut niet zo. Nou, dan moet je ook bedenken dat dit ook nog wel lastig is, omdat we dan te maken hebben met verschillende talen. Hè? Dus wij in het Nederlands, je kunt je voorstellen, Microsoft doet dit eerst voor het Engels. En dan waarschijnlijk voor het Spaans en dan nog alle andere talen op de wereld en daarna komt Nederlands. Maar toch, hè, er is iets wat daar, hè? Het is trainable, met andere woorden, mocht er nou in de Nederlandse taal bepaalde woorden voorbij komen die wij kunnen zeggen van, hey, dit geven wij aan bij Microsoft van, dit vinden we niet relaxed. Nou, als maar heel veel bedrijven dat ook doen, ja, dan wordt dat uiteindelijk wel een getrainde classifier. Dus je hebt sensitive information types, die zijn redelijk strak in hoe je die herkent. Je kunt daar door middel van machine learning nog iets mee doen. Dan zijn het trainable classifiers. Dan heb je de mogelijkheid om te werken met exact data matches. En dan kun jij bepaalde unieke sensitive information types maken die bijvoorbeeld echt hele exacte matches laten zien in plaats van bepaalde generieke regular expressions eigenlijk. En die kun je dan hierop maken. En dan kun je dan ook weer je sensitive information types op baseren. Dus dat is eigenlijk die keywords die we net lieten zien. Zo'n keyword is eigenlijk ook gewoon een exacte match. Maar dat kun je hier ook doen bijvoorbeeld in andere soorten componenten. Dus je kunt echt zeggen, hey, dit zijn specifieke onderdelen. Stel je voor, we hebben een of ander project. En dat project is heel erg geheim. Nou, dan kun je zeggen van, hey, dat geheime project, als die naam van dat project voorbij komt, dan wil ik dat in ieder geval, wil ik daar iets mee doen. Weet je wel, dan wil ik zien waar dat voorbij komt. Hè, bij Microsoft hebben ze natuurlijk heel veel van die codenamen. Hè, als er een nieuw product op de markt komt. Hè. Ik weet nu de codenaam van Azure bijvoorbeeld, dat is Red Dog. Nou, ik kan me voorstellen dat die op een gegeven moment, als daar iemand van Microsoft over Red Dog praat, dat we dat wel in ieder geval willen tegenhouden dat naar buiten toe gaat bijvoorbeeld. Hè? Dat het niet gelekt kan worden. Nou, dat zou een manier kunnen zijn van implementeren van dit soort dingen. Dan heb je met de Content Explorer, kunnen we gaan kijken, oké, waar vinden we dan dat soort data terug? En dan gaat hij dus kijken, hè? Dus waar vind je dan soorten data terug? OneDrive, SharePoint, Exchange, en het gaat dan in dit geval over de sensitivity label sales data. En ik heb ook een management test soort data, dat vind ik op SharePoint één keer terug. Dus je ziet hier eigenlijk, doordat we dus met dit soort classifications werken, zei ik al van, hey, die data, die wordt al... die wordt al een soort van herkend op verschillende plekken. Dat is ingebouwd. SharePoint Exchange. Ik had ook verteld, dat zit ook in je endpoints. Dat kan ik zo meteen laten zien waar je dat ziet. Maar over het algemeen, dus als we gaan kijken naar de Office kant van dit verhaal, dan zien we dus waar zit die data dan. Of ook waar zit mijn data retentie. In SharePoint en Exchange heb ik een aantal files die ik bepaalde retentie label heb toegepast. Nou, dat vind je dan hier terug. Dus dat kun je in beeld krijgen. Nou, je kunt dus, dit kan een hele lange lijst worden, dus kun je gaan zoeken en filteren. Je kunt zeggen, nou, doe maar met visualization, dan, oh, vet hè, dan zie je dat het allemaal in SharePoint zit.
Of stel je voor dat ik een andere selecteer. Dus al, hè, dan zie ik sales data management test. Nou, dan krijg je dan, hoe, waar zit dan? Nou ja, waar zit mijn data in? Ik weet niet helemaal zeker of dit nou of ik daar veel wijzer van word. Misschien als ik heel veel soorten, heel veel bestanden heb, dat het beter eruit ziet. Maar zo vind ik het ook wel prima. Dat is dus één ding. Dus ik kan aan de Content Explorer zien, waar vinden we dan dit soort data? En in die Activity Explorer kunnen we zien, wat is er gebeurd met dat soort data? Dus zijn er mensen geweest die bepaalde policies, die bepaalde dingen gedaan hebben? Zo zien we hier bijvoorbeeld dat ik files gecreëerd heb. En dan zie je dat er bijvoorbeeld ook meegenomen wordt endpoint devices. Dus ik heb dat op een endpoint gedaan. Hè? Ik heb gisteren een CSV-file gemaakt. File copy to cloud, file created. Ik krijg al die dingetjes, krijg je te zien. Wat zijn er, wat is er met al die data gebeurt. Ook als ik dat dus op mijn eigen lokale computer doe. Maar dat heeft te maken met de inrichting die ik heb in mijn systeem. Dat is dat ik mijn computer ook heb aangewezen in, of in ieder geval heb toegevoegd aan Defender for Endpoints. En daarmee wordt er dus gemonitord wat er allemaal op mijn endpoint gebeurt. En dat krijgen we te zien. Op het moment dat ik een file creëer, of ik een faaltje aanpas of delete of dat soort zaken. Nou, dat wordt hier allemaal wordt dat bijgehouden. Daarom is het misschien handig om te filteren. Van hey, ik wil, want dit is maar van 1 week. Dus misschien moet ik iets anders doen. Of misschien moet ik zoeken naar data met een bepaalde sensitivity label. Dan kan ik zeggen, oké. Okay. En dan gaat hij kijken, zijn er al documenten met een sensitivity label toegepast? Bijvoorbeeld, of ik wil een bepaalde user zoeken. Dus stel je voor dat ik naar mezelf zoek. alex@alexdejong.com bijvoorbeeld. En ik ga daar dan maar naar zoeken. Dan gaat hij alleen voor die user kijken. Of we kunnen kijken in welke locatie zijn we dan aan het werken. Hè? Dus hier zien we mij als user staan. Nou, in dit geval zie je dat ik vooral in de afgelopen week iets op mijn endpoint gedaan heb. 61 activiteiten heb gehad. Dus de Activity Explorer krijgen we daar dan mee te zien. Nou, en dan netjes in je overview krijg je het hele pakketje aan wat voor soorten sensitive information hebben we dan allemaal. En dat is op zich wel praktisch. Hè? Dus we hebben labels applied in Word bijvoorbeeld. En je ziet dat dat in Exchange zit en in SharePoint en in OneDrive en in SharePoint voor retentie en voor sensitivity. En hoeveel activiteiten hebben we voorbij zien komen. Dat krijg je te zien. Dus de eerste stap is dus met die data classification werken. Ik vertelde ook dat je on-premise kunt gaan zoeken naar dit soort data. Als je dat zou willen, dan moet je naar de Azure portal. En in de Azure portal moet je dan op zoek naar Azure Information Protection. Want in Azure Information Protection kun je gaan, even kijken, AIP. Als we dat afkorten, dan nee, toch niet. Dus dan doen we wel Information. Hier zien we het staan, Information Protection als oplossing. En hierin zit een AIP-scanner. En die AIP-scanner, die kunnen we toepassen op onze lokale systemen. Dus we hebben hier de scanner staan en dan kun je hier, een tool gaan downloaden. Die ga je dan informeren, die ga je installeren. Die gaat dan bijvoorbeeld network scan jobs doen. Dus je kunt op verschillende plaatsen data laten gaan verzamelen. En die gaat dus kijken naar content in SharePoint, voor example. Dus allemaal verschillende plekken waar we data kunnen tegenkomen, dat gaan we hier kunnen vinden. Dus die scanner, die kun je daarvoor gaan inzetten. En die doet dus voor jouw on-prem omgeving de scanning. En dan heb je daar dan kun je daarna kijken. Voordat we komen zo meteen terug op deze plek voor wat andere zaken, maar voordat we dat doen, gaan we eerst terug naar het Security Center. Nee, dat was niet waar, want we moesten alles doen in data in de Compliance Center. En dan hadden we hier bij Information Protection, hebben we dan de mogelijkheid om die labels te maken die dan weer gekoppeld zijn aan die Sensitive Information Types. Dus als ik hier ga kijken, dan zie je dat ik een aantal labels heb. Maar wat je kan doen is zeggen, nou, maak maar een nieuw label aan. En dat label is bijvoorbeeld, ik doe maar eventjes test 1, 2, 3 als label. Geef dat ding ook een display name. Zo op deze manier. En dan description voor de users, descriptions voor de admins.
En dat is deze. Dus op het moment dat ik in Word zit en ik hang bijvoorbeeld boven een label, dan krijg je daar zo'n soort van, hè, wat is dat, zo'n pop-up ding. En dan krijg je dus te zien van, hey, wat voor soorten informatie geven wij dan aan de gebruiker. Hè? Dus ik heb hier custom confidentials, allow users to set permissions, test, human resource data, sales data. Dus dat is eigenlijk wat je daarin, hè, dat is wat hier dus aan de gebruiker wordt weergegeven. Ook hè, test 1, 2, 3 bijvoorbeeld als data. Nou, dan kun je zeggen, oké, waar wil ik dit toepassen? En in mijn geval, ik heb het nog niet helemaal afgeconfigureerd. In mijn geval kan ik dit alleen maar doen op files en e-mails. Je kunt dit ook eventueel zeggen, hey, ik wil dit graag op groups en sites doen. Dan moet je wel een aantal dingen configureren nog. Heb ik in mijn omgeving nog niet gedaan. En dan kun je dat dus ook doen voor SharePoint sites, Microsoft Teams en Microsoft 365 groups. Dus dat zijn een aantal stapjes waar je doorheen moet om dit te gaan regelen. En dan pas kun je kiezen voor groups en sites. En Microsoft heeft ook sinds kort iets gedaan dat heet Azure Purview Assets. En dan komt hier bijvoorbeeld ook SQL voorbij of Azure Blob Storage en meer. Alleen dat is nog in preview, dus dat is nog niet helemaal af. Maar je kunt dus wel diezelfde soorten classifications meenemen op je verschillende storage locaties in Azure in dit geval. Dus ik ga voor nu, kies ik eventjes gewoon files en e-mails. Dan ga ik straks wel eventjes die rest van die stappen doen. Nou, wat wil ik met dit label? Nou, ik wil bijvoorbeeld encrypten. Bijvoorbeeld, hè, mijn doel is met dit label om encryption toe te passen. En ik wil ook markeren. En die markeren, dat is op zich wel aardig, want dan kun je zeggen, van, stel je voor het is nou management data of zo, en ik zet dat knopje aan, dan wordt er dus van alles toegepast op het document. Zoals dit. Hè, hierboven een stukje tekst met share this content and we will hunt you down. En dan mooie watermerk en onder kun je ook nog een stukje tekst doen. Oh ja, van oh ja, and we will kill you if je, hè, als je het deelt. Dus dat soort dingetjes kun je dan toepassen als visual markers. En natuurlijk ook hè, de encrypt files en e-mails. En die encryption, als je dat doet, dan gaan we de encryption settings doen. En dan krijg je verschillende soorten opties. Eén van die dingetjes is dat jij zegt, van, nou, versleutelen is klaar. Dus bij deze gevinkt, klaar. Dan heb je één optie, die zegt, ik wil misschien dubbel encryption doen. Standaard gaat Microsoft, heeft zelf in het systeem wat hierachter zit, heeft Microsoft een encryption key bedacht. Maar als je zou willen, dan kun je ook daarnaast nog je eigen key gaan inzetten. Of je kunt ook kiezen om je eigen key in te zetten. Maar je kunt ook zeggen, doe maar twee keys. Eentje die door jou als bedrijf wordt gecreëerd en eentje die door Microsoft wordt gemanaged. En dan heb je dus nou ja, een nog betere versleuteling daarop. Dan heb je ook nog de optie om meteen maar een permissions aan te wijzen. Beetje suf, want op het moment dat je hier zegt, ik wil nu permissies aanwijzen, dan moet ik even twee dingen overslaan en dan ga ik het hier doen. En dan ondertussen sla ik over content expiration. We kunnen bijvoorbeeld zeggen, hey, deze data die expired in 14 dagen bijvoorbeeld. Hè. Of je zegt van, hey, ik wil bijvoorbeeld offline access toestaan. Standaard staat het op always, maar je kunt nu ook zeggen, nee, nooit. Of alleen als jij bijvoorbeeld maximaal één dag mag jij offline zijn, dan mag je het document nog openen, maar daarna niet meer. Dan moet je weer online zijn en dan mag je het wel weer openen. Nou, dat zijn tussenliggende settings. Ik kan ook zeggen, nee, laat de user maar bepalen op het moment dat we het label gaan applyen. Maar dat hangt van dit label af. Ieder label kun je op deze manier anders inrichten. Dus ik zeg bijvoorbeeld, wat ik net vroeg over of een user zelf, dat bepaal je dus hier. Ja. Ja. Dat regel je hier. En hier kunnen we dan nu zeggen, bijvoorbeeld, van, goh, welke rechten hebben we dan? En dit is bijvoorbeeld, stel dit is een management label, dan zou je kunnen zeggen, oh, dan wil ik graag specifieke users en groepen bepaalde rechten geven. Dan moet je wel even opletten, want je kunt zeggen van, wat ik zou kunnen doen is zeggen, ik heb een document wat voor iedereen in mijn organisatie moet dat te lezen zijn. Dus dan selecteer ik eigenlijk iedereen in mijn domeinnaam, hè, in mijn tenant. En dan bij permissions zeg ik, dan ben jij een viewer. Ik noem maar iets, hè. Dus bij iedereen mag dit lezen. En dat slaan we op.
heb ik bij deze gedaan. En dan moet ik nog een keer terug naar binnen. En dan kan ik bijvoorbeeld zeggen, ja, maar ik heb ook nog een ander groepje mensen in mijn organisatie. Ik heb bijvoorbeeld die, ik heb hier users of groups. Dus als ik nou bijvoorbeeld zeg Avengers, kan ik Avengers doen? Even kijken of ik dat kan vinden. Ja, ik heb hier een groep die Avengers, dus in Teams gemaakt hoor. Dus, maar die kun ik hier selecteren en daarvan zou ik bijvoorbeeld kunnen zeggen. En die krijgen bijvoorbeeld het recht om co-owner te zijn. Dan mag je echt alles met het document. En die ga ik dan ook toevoegen op deze manier. En dan zie je dus twee regels op basis van groep lidmaatschap wordt er bepaald wat je dan mag. En vervolgens kunnen we nog iets doen over content marking. Dan kunnen we zeggen, hè, dit is, ik wil een watermerk doen met een stukje tekst. En die tekst is 1, 2, 3 bijvoorbeeld met een font size die we eraan kunnen koppelen. En een kleur en een layout. Diagonaal doe maar. Nou, en dan kun je een header en een footer doen. Dat kun je regelen. Dan kun je nog zeggen, oh, ik wil graag auto-labeling doen. Wil je hier auto-labeling aanzetten voor dit label? Ja, doe maar. Op basis van welke conditie wil je dat doen dan? Dus je kunt zeggen van, nou, als nou in mijn content bijvoorbeeld, en dan komt die, bijvoorbeeld een bepaalde trainable classifier zit, bijvoorbeeld, dan kunnen we dat doen. Ja, dat kun je hier regelen. En dat kun je dan, hè, dat kun je regelen, of any of these, dus je kunt hier allemaal filtertjes gaan maken die bepalen wat voor reden je bepaalde dingen wil doen. Ik trouwens, net zag ik hem de eerste keer niet, maar hier was ik naar op zoek, ook de sensitive information types kun je kiezen. Dus dan hadden we natuurlijk hier allemaal sensitive information types bedacht en gemaakt. Nou, die kun je dus hier kiezen om dan te zeggen van, joh, stel je voor dat dit nou, laten we zeggen, een Australië paspoortnummer is, bijvoorbeeld met een match van 75% tot 100% en we komen hem één keer tegen, of laten we zeggen twee keer tegen in het document, bijvoorbeeld, dan zeggen we automatically apply the label, of we zeggen nee, recommend that the users apply the label. En dat zag je net gebeuren in mijn Word, hè, waarbij ik waarbij stond van, hé, doe nou maar sales label toepassen hier. Nou, dat is wat je dan hier kunt gaan toepassen. Recommend that users apply the label. Of doen we automatisch. Met een bepaalde extra tekst. Hey, let eens op gebruiker, dit moet je doen. Nou, vervolgens had ik in mijn geval nog niet geconfigureerd dat ik dat voor groups en sites zou willen kunnen aanzetten. Anders hadden we die settings ook gehad. Dus dat kunnen we ook meteen. En dan kun je ook meteen vertellen, wat mag bijvoorbeeld een interne user met een document met dit label. En wat mogen nou externe users met het document met dit label. Waarbij je dus kan zeggen, hey, ik heb een team waarbij ik dus mensen, collega's uitnodig, maar ook, laten we zeggen, leveranciers tijdens een bepaald project. Nou, dan kunnen wij zeggen, mensen van ons bedrijf mogen deze bestanden lezen en de mensen die te gast zijn in ons team, die hebben tot heel veel documenten wel toegang, maar niet de documenten met dit label, bijvoorbeeld. Zo kun je dus daar ook nog onderscheid in maken. En hoe gaan we nou bijvoorbeeld sharing doen, bijvoorbeeld naar richting, hè, naar unmanaged devices of voor bepaalde gelabelde SharePoint sites. Wat je dan ook zou kunnen doen. Nou, en dan heb je daarna nog, want dat is nu nog in preview, wil je dat dan ook nog toepassen in Purview? Purview heb ik ook nog niet aangezet in mijn omgeving, dus ga ik ook niet doen. En daarna creëer je dan een label zoals dit. En dat regelt dus ook in één keer dat er dus encryptie is en toegangscontrole. Nou, dan zie je hier bijvoorbeeld een aantal labels die ik al heb. Nou, en als ik in Word ging kijken, dan zag je ook dat ik hier al een aantal labels tot mijn beschikking heb. Maar dat komt niet vanwege dat ik de labels gecreëerd heb, maar er zit nog een stap tussen. Denk even terug aan het tekeningetje. Je moet die labels publiceren. En labels publiceren, daar kan ik hier op klikken. Maar dan kom ik uiteindelijk bij de sensitivity label policy die ik ga maken. Ik kan ook naar Information Protection gaan, even hier cancelen. En in plaats van hier op dat labelpaginaatje kan ik zeggen, ga maar naar policies. En dan kom ik op dezelfde plek uit, kan ik ook die policies gaan maken. Dan zie je ook in deze omgeving dat er al een paar policies zijn. En zo heb ik hier bijvoorbeeld mijn eigen classification policy staan. En daarin staat heel netjes, als het goed is, welke labels er gepubliceerd zijn en, ook superbelangrijk, aan wie. Dus hier zie je bijvoorbeeld dat ik heb gezegd, ik heb deze labels die ik publiceer en die publiceer ik naar iedereen. Had ik niet hoeven doen,
Ik had ook kunnen zeggen, nee, ik heb bijvoorbeeld hier een HR-policy. En daarin heb ik bijvoorbeeld een heel specifiek label wat ik publish. En daarvan zou ik ook nog kunnen kiezen. En dat wil ik dan ook nog maar publishen naar specifieke personen. He, dus dan hoeft het niet... niet alles is voor iedereen, maar voor mij is het resultaat dat al die policies voor mij wel van toepassing zijn. Dus ik krijg en HR en de rest vanwege deze dingen, hè, vanwege die policy. Trouwens, als je in die policy gaat kijken, dan heb je dus de mogelijkheid om te zeggen, oké, aan wie? Hè, dus users en groepen die je wil doen. En dan in de policy settings kun je zeggen, oké, wat is je default label? Door deze policy. Dus ik kan bijvoorbeeld tegen iemand zeggen, oh, jij bent iemand van de afdeling Human Resource. Alles wat jij creëert, krijgt standaard het label Human Resource. Tenzij jij zelf iets anders daarvan maakt. Maar je krijgt in ieder geval een ander. Je krijgt altijd minimaal een label, bijvoorbeeld. Je kunt ook zeggen, ik require mijn users om altijd een label toe te passen. Wat het ook is. Misschien moet je ook een label maar maken die heet public of zo. Dat gewoon data is die voor iedereen beschikbaar is. Stel je voor dat jij een mailtje wil maken naar een klant of een leverancier buiten jouw organisatie. Kan ook. Maar je kunt in ieder geval zeggen van, ik require in ieder geval één label. En je kunt ook nog eens, stel dat een user een label met minder, of met een lager classification zet, of met bijvoorbeeld of een label weghaalt, dat je tegen de user zegt, dan moet je per se een reden voor opgeven. Weet je wel, dan kun je dat ook allemaal bijhalen. Met eventueel een extra help pagina, dat kun je ook nog geven. Nou, en dan heb je nog een omschrijving voor die policy en dan ga je die toepassen op een bepaalde gebruiker. En het resultaat daarmee is dat we dus dit binnenkrijgen, op onze Word-omgeving. Ja, nou zeg ik wel, dat is het resultaat, maar dat is niet helemaal waar. Want als je dat binnen zou willen krijgen of zou moeten krijgen, dan moet je eventjes bingen natuurlijk. En dan moet je bingen naar de Azure Information Protection Client. Want die moet je wel installeren op je Windows machine. Hier heb je de client voor Azure Information Protection. En omdat ik in Bing zit, zit ik meteen op de juiste plek. En dan wordt hier uitgelegd wat dat dan is. En je kunt hem downloaden. En dan zie je hier de download files. En dan heb je dus zeg maar een exe voor individuele installaties of de MSI voor Central Deployments. Hier zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, hey, deze ga ik deployen bijvoorbeeld door middel van Intune. En dan hebben al mijn Windows clients hebben dan die client geïnstalleerd. Nou, als je die client hebt geïnstalleerd, ik heb dat gedaan op mijn computer, dan zie je dat op een paar plekken terug. Nou, een van die plekken is dat die zich in Office nestelt. Dus in Word, Excel, PowerPoint en Outlook. Maar ook bijvoorbeeld in mijn verkenner. Dus op het moment dat ik... dat heb ik trouwens nog niet gedaan in mijn omgeving. Of misschien wel als ik nou een documentje erbij pak. En ik zeg rechts een muisknop. Dan heb ik deze. Ja, Classify and Protect. Dus ik pak een document. Kan ik ook buiten Office om. Zou ik dan kunnen zeggen, oh, ga maar daar een classification label aan toepassen. Dus dit is iets wat niet alleen maar voor Office documenten het doet. Het werkt ook voor PDF's en andere files. De content van een file kun je gewoon protecten daarmee. Hier zie je bijvoorbeeld mijn knoppen weer, die aan mij als gebruiker zijn toegewezen. Deze client moet ik ook starten en dan moet ik op inloggen als user. Ik kan ook zeggen custom permissions. En dan kan ik zeggen, nou, ik heb bijvoorbeeld een andere user die dit moet kunnen openen. En die geef ik dan bepaalde custom permissions daarop. Nou, en dan kun je dus zeggen van ik wil iemand viewer maken. En dan kun je ook dus iemand van buiten je organisatie aanwijzen. Dus stel je voor dat jij nou een offerte maakt voor een bepaalde klant. Dan kun je hier zeggen view only, want zij mogen die offerte alleen maar lezen. Dan kunnen ze ook nooit iets in veranderen. Ze kunnen dan trouwens ook niet tekst. View only betekent dat je ook niet kan kopiëren en plakken uit dat document. Je kunt ook niet printen. Je kunt er geen screenshot van maken. Het is niet waterdicht, want je kunt natuurlijk wel altijd gewoon je telefoon pakken en een foto maken. Want ja, dat kan een computer niet zien natuurlijk. Maar in ieder geval, dus op die computer zelf kun je er wel iets mee doen. Plus nog een expiration date. Dus je kunt zeggen, nee, ik wil dat het document voor maximaal, laten we zeggen, 2 weken voor die gebruiker beschikbaar is. Dat wil niet zeggen dat dat voor mij maar 2 weken is. Hè? Want ik ben de owner, ik creëer het document. Dus ik bepaal uiteindelijk daarna zelf nog wat ik ermee doe. Maar voor die persoon zeggen we dan, pas dit toe.
En daar kun je dus voor verschillende mensen verschillende permissies toepassen. En daarmee dus publiek, hè, een document publiek maken en dus bepalen wat je ermee mag. Aan de gebruikerkant, aan de ontvangende kant, moet je als gebruiker ook die client hebben en ook inloggen. Dus dat betekent, stel je voor dat je nou dit een mailtje stuurt naar iemand die niet die client heeft of niet deze techniek bezit. Ja, die moet er dan wel iets voor doen. En die moet dan bijvoorbeeld, die moet ook iets met Office 365 doen, hè, want dan heb je die techniek namelijk wel. Of die moeten, als dat om bijvoorbeeld privéadressen gaat, en dan kun je bijvoorbeeld denken aan, aan Gmail-accounts of zo. Die moeten dan bijvoorbeeld zich registreren op een centrale publieke database bij Microsoft om daarmee in te loggen en dan te kunnen gebruik maken van deze techniek. Ik hoorde iemand die wilde een vraag gaan stellen. Sorry dat ik even doorpraat, maar ik wilde dit even afmaken, dit zinnetje. Als je owner bent, dan de owner... Hey, dus die client is aan de ene kant, is laten we zeggen, dit je client. Maar, zoals ik al zei, dat werkt op veel meer dan alleen maar Windows. Dus als ik bijvoorbeeld even mijn telefoon erbij pak. En daar dan van ga zien hoe ziet er dat dan uit op een iOS-apparaat bijvoorbeeld. Dan moet ik eventjes weer mijn telefoon gaan connecten. En hopelijk komt hij meteen in beeld. Dus deze client is wel een belangrijke. In dit geval. En als ik dan hier mijn telefoon erbij pak. Dus deze. En ik zeg bijvoorbeeld hier op mijn telefoon ga ik naar, iets met Word. Hè? Ik heb Word wel geïnstalleerd, dacht ik zo. Hier zo. Ik lees eroverheen. Nou, dan zoeken. Word. Nee. Word. Nou, kom op. Ja, Word. Nou, dan Word is natuurlijk een applicatie die ook zegt van, goh, wie ben jij? Je ziet dus linksboven in beeld. Ik ben ingelogd, is mijn hoofd daar. Dus ik kan hier zeggen van, joh, ik pak een nieuw document. Dan is dit, omdat ik ingelogd ben, is dit meteen verbonden aan mijn account. Dus ik kan hier bijvoorbeeld zeggen, ik ga hier het woordje quote inzetten, of bijvoorbeeld het woordje invoice. Dat kan ik doen. Nou, kan ik het gaan opslaan, maar ik kan ook zeggen, ik druk op die drie puntjes rechtsboven in beeld. En dan zien we hier ook als het gaat over de sensitivity, die zie je in het midden staan, kun je kiezen voor welke sensitivity label wil je toepassen. En dan kan ik zeggen, nou dit is bijvoorbeeld een sales data bijvoorbeeld, of ik kan ook hier zeggen, dit is management test data. En op het moment dat ik die toepas op het document, dan is dus eigenlijk ook meteen dat geregeld. En je ziet dus ook weer meteen netjes die identifiers in beeld en alles is hier geregeld. Ik kan ook dan zeggen van, nou weet je wat, toch maar niet, dus ik zet hem uit, weer terug. Dus dan wordt eigenlijk dan wordt dat weggehaald. En wat gebeurt er dan als ik mijn document save? Dan zeg ik van, nou waar wil je hem opslaan dan? Stel je voor dat ik zeg, doe maar op SharePoint, doe maar op Project X. Dan moet ik even mijn pin ingeven van mijn omgeving. Nou, documents heb ik hier. Iets met general of zo vind ik wel best, dus ik zet hem daar wel neer. Save. Ik zet hem wel in die hoofdmap neer. En dan zie je dat dit op deze manier kun je dat opslaan. Ik krijg nu niet, zoals je dat in de Word voor Windows bijvoorbeeld zag, van hey, doe nu maar die sensitivity. Bijvoorbeeld, dat gebeurt ook niet automatisch in dit geval. Zo smart is onze client op deze kant nog niet. Maar dat lijkt me een kwestie van tijd. Maar uiteindelijk, wat je wel hebt, is dus inderdaad de sensitivity options, mocht je het als gebruiker per se willen doen. En zou je het dus voor mobiel gebruik op een andere manier willen beveiligen, wat je dan zou kunnen doen, is zeggen van, nou dan ga ik juist op die SharePoint site mijn security toepassen, want dan heb ik het daar maar vast geregeld. Dat is, als het gaat over information security, hè, dus over information protection, kunnen we dus op deze manier de security toepassen op onze omgeving. En hier kunnen we dan onder onze data classification kunnen we dan gaan zien van, goh, hè, hoe wordt dit dan gebruikt? Hè, dus waar komen onze data tegen?
Maar als we dan onder information protection hebben we nog één dingetje, dat heet autolabeling. En dat autolabeling, dat is eigenlijk wat ik net ook in die labels zelf kon configureren al. Maar je kunt hier ook policies maken. Waar je zegt van ja, maar wacht even. Ik wil nu bijvoorbeeld een bepaalde plek waar bepaalde data staat. Daar wil ik per se bepaalde labels gaan toepassen. Dus ik kan hier create autolabeling policies automatically. Op e-mail, OneDrive, SharePoint met sensitive information. Dus wat je dan kan doen is een autolabeling policy maken. En dan kun je bijvoorbeeld de templates daarvoor inrichten. Nou, en onder custom policy kun je bijvoorbeeld zeggen van nou, dan kan ik zo meteen allemaal sensitive information types gaan selecteren. Maar ik kan ook zeggen, nee, ik heb bepaalde medische data vanuit bepaalde landen. Of ik heb bepaalde financiële data vanuit bepaalde landen. Maar misschien voor ons in Nederland wel interessant. Ik heb wel privacy data met de GDPR hier, bijvoorbeeld. En als ik die dan pak, dan kan ik zeggen bijvoorbeeld, nou, doe dit maar automatisch. Nou, helemaal goed, ik vind het prima. En dan zeggen we bijvoorbeeld van, nou, weet je wat, voor Exchange, voor iedereen, voor mijn SharePoint sites. En dan kun je hier, hij zegt standaard niks, en dan kun je hier je sites gaan opgeven, maar dan moet je die wel even intypen. Of je zegt, ga maar zoeken naar sites. Dus ik zou bijvoorbeeld kunnen zeggen van, nou, ik heb bijvoorbeeld een Project X site staan. Dan zou ik kunnen zeggen, ik wil hier, op die plek wil ik graag mijn GDPR zaken regelen. Doe je het op die manier. En je kunt het ook nog eens doen voor OneDrive accounts. Dus ik kan zeggen van, nou, wie dan? Nou, dan moet ik even mezelf zoeken. Dus dan zeg ik, nou, ik heb bijvoorbeeld Alex de Jong. Dan zou hij, als het goed is, zo meteen daar iets van moeten vinden. En als dat niet zo werkt, dan moet ik echt even zoeken op mijn eigen naam. alex@alexdejong.com is dan mijn, en dan zo die toe. Oh, dit moet een URL zijn, sorry. Dus dit moet ik, hier moet ik eigenlijk mijn eigen OneDrive URL gaan opgeven. Nou, daar heb ik nu geen zin om te zoeken, dus ik laat hem even staan. Maar dat kun je opgeven, dat is die personal SharePoint, hè. En dan zeggen we, oké, wil je dat dan doen? Dus echt voor alles wat ik geselecteerd heb hetzelfde, of geavanceerd bepaalde regels voor verschillende locaties. Nou, voor nu vind ik het wel even goed. Welk label, hè, dan kun je dus bijvoorbeeld zeggen van, hey, als we ergens een heel veel EU-sensitive content vinden, dan heb ik deze regeltjes. En dan kun je bijvoorbeeld zeggen, dus we gaan hier iets mee doen als data gedeeld wordt buiten mijn organisatie. En hier hebben we eigenlijk dezelfde regels, maar die kun je bijvoorbeeld zetten. Dan zet ik die uit. Dus voor de low volume vind ik het niet zo erg, maar voor de high volume vind ik het wel erg, bijvoorbeeld. Of extra regeltjes. Dus zeggen van, nou, maar stel je voor dat er een bepaalde information type in zit, of bijvoorbeeld er wordt iets geshared met mensen buiten of juist binnen mijn organisatie, dan wil ik daar wel of niet iets mee doen. Eigenlijk wat je hier aan het doen bent, zo grappig, ik ben naast dat ik dus labels ga applyen op data, ben ik nu ook in één keer data loss prevention aan het configureren. Want dat is wat dit doet. Nou, dan welk label willen we dan automatisch applyen op basis van die regeltjes die we net bedacht hadden. En dan gaat hij hier zoeken naar de labels die ik in mijn omgeving heb gebouwd. En ik zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, hey, dit is, weet ik veel, confidential data. En dan zeggen we, oké, next. En dan gaan we zeggen, hey, gaat dat in simulatiemode? Gaan we eerst eens even testen? Of ga je het gewoon, laten we zeggen, leave hem uitstaan? Als je hem daadwerkelijk wil aanzetten, dan moet je hem op simulatiemode doen. Hij zegt hier, je kunt hem ook je kunt hem ook wel uit laten staan, maar hij moet eerst in simulatiemode, dan ga je zien wat er allemaal daadwerkelijk is, en daarna kunnen we eigenlijk pas dit daadwerkelijk aanzetten. En dan zeg je next, en dat is dan, uiteindelijk krijg je dan het autolabeling component ook actief. Maar dat kan ook nog individueel per label, kun je ook nog zeggen, ja, maar deze soort data moet je wel meteen labelen, hoor, want dat heb je dan in die labels gezien. Dan heb je in dit geval information protection gedaan. Maar je hebt eigenlijk op precies dezelfde manier, kun je ook gaan kijken naar bijvoorbeeld je, naar
naar de data en dan gaan kijken naar retention policies. Dan heb je eigenlijk, als het gaat over information governance, wat een soort van term is om, hè, hoe gaan we dan met onze data om, kun je labels maken die retentielabels zijn en vervolgens ook data retentie gaan selecteren en daar policies op loslaten. Dus ik heb nu laten zien van hoe zit het dan met information protection, dus hoe gaan we nou om de veiligheid van onze data, wat gaan we daarmee doen? Maar laten we even. En als je met die retentiepolicies wil gaan werken, ja, dan heb je eigenlijk weer dezelfde soort labels, maar dan met een ander doel. Dus je kunt dan zeggen van in plaats van dat ik een label ga gebruiken om data versleuteling en access control te regelen, gaan we dan een label maken om data te bewaren of juist weg te gooien. Hè? Het hangt er een beetje vanaf wat het doel is. Dus je zou kunnen zeggen van nou, ik heb een label met een omschrijving voor beheerders en gebruikers. En dan in de settings kunnen we meegeven of we daar retentie op willen loslaten. Daar heb je retentielabel voor. Dus je zegt dan van, nou dat wil ik wel. Dus dan zeg je op on, doe maar aan. Waarom nou? Doe maar gewoon aan. Of ik moet gewoon geduld hebben. Ben ik slecht in? Laten we het nog een keer proberen. Want, ik had hem nog een keer. Oké, ik heb twee dingen openstaan. Next. Hier staat hij aan. Bijzonder. Even terug. Dus dat is een interessante actie. Ik heb één label, heb ik al. Ik maak even een nieuwe aan. Eentje. Geef ik een naampje. Vervolgens zeg ik next. En dan zegt hij, dat moet je aanzetten als je retentie wil gebruiken. En dan mag het. Blijkbaar had ik net eventjes een hik, want ik mocht het niet. Nou, dan kun je data retentie aangeven. Dus zeg van, nou, voor hoe lang dan? En na die tijd moeten we dan delete content automatically of trigger a disposition review. En die disposition review is dat dus iemand van de organisatie moet dan naar deze data gaan kijken. Superleuk, maar moet je wel even opletten, want stel je voor dat die persoon die je hier aanwijst over 7 jaar niet meer in dienst is, ja, dan gaat hij die disposition review niet meer doen. Dus misschien wil je dit naar een wat algemener mailadres sturen van een bepaalde afdeling of zo, waarvan je weet van, hé, die afdeling zal er nog wel zijn. Nou, dan kun je dat doen. Je kunt ook zeggen, nee, delete maar automatisch of doe maar niks. Maar het is er in ieder geval minimaal 7 jaar. Dat zou je kunnen doen. Of je kunt zeggen, nee, ik wil niet retentie aanzetten, maar ik wil wel zeker weten dat het na een bepaalde tijd gedelete is. En dan kun je dat doen gebaseerd op wanneer het gecreëerd is of wanneer het voor de laatste keer aangepast is of wanneer het retentielabel toegepast is en of een bepaald event is geweest. En in dat geval een event type zou kunnen zijn, en dan gaan we zoeken naar verschillende event types, wanneer bijvoorbeeld een leverancier iets gedaan heeft of wanneer een employee iets gedaan heeft. Dus stel je voor dat iemand uit dienst gaat, of een bepaalde expiration of contracten of bepaalde product timelines. Dus dat soort dingen, nou, dat zijn dingetjes die er al zijn. Maar je kunt ook je eigen event types creëren. Hè? Dan geeft het een beetje een idee wat dat dan kan. Dat is eigenlijk, die had ik al gemaakt ooit. Jammer. Wat je hier kan doen is dus, misschien moet ik eventjes deze cancelen en dan pak ik even deze bijvoorbeeld. Want die event types die kan ik hier eigenlijk niet zo heel erg aanpassen. Dus moet ik op een andere plek doen. Maar dat geeft in ieder geval de mogelijkheid om dat op een bepaald gezet moment te doen. We kunnen ook zeggen, vanaf de laatste keer dat het aangepast is bijvoorbeeld. En dan na een jaar moet het weg zijn. Dit soort opties kun je regelen. En als je dat dan gedaan hebt, dan zeg je oké. Dan creëer je daarmee een retentielabel met bepaalde instellingen. En dat is uiteindelijk wat we dan krijgen. Ik heb hier bijvoorbeeld één retentielabel gemaakt. En die zegt van ik wil graag data retentie doen voor, 3650 dagen. Dat is wat je daar hebt. Dat heb ik hierop gezet. Dus de retentietijd 10 jaar. En daarna moet het gedelete worden bijvoorbeeld. Als ik die stap gezet heb,
Dan zou ik daarna kunnen zeggen, oh, dan wil ik eigenlijk net als die security labels, willen we die gaan publishen. Dus ik kan hier naar label policies gaan. En dan heb ik in mijn geval heb ik ook een policy gemaakt. Een label policy, die heet iets van management retention policy bijvoorbeeld. En zo'n retentie policy, als ik die bijvoorbeeld, als ik die retentie policy erbij pak, doe maar open. Dan zie je dat ik hem aan heb gezet. En eigenlijk zijn er een paar settings die belangrijk zijn. Het is met name voornamelijk van waar zijn die dingen dan van toepassing. En die retentie labels die kun je dus van toepassing laten zijn op alle locaties. Dus overal of op specifieke locaties. En dan kun je kiezen bijvoorbeeld welke sites, welke OneDrive accounts, welke Exchange e-mail omgevingen of Office 365 groepen. Maar als ik zeg gewoon van nou doe maar overal, dan is dat ding gewoon overal beschikbaar. Dat wil niet zeggen dat die meteen automatisch overal toegepast wordt. Maar ik als gebruiker heb in ieder geval dan de mogelijkheid om zo'n item een bepaalde periode vast te houden. Dat doe je dan met zo'n retentielabel. Een van de voorbeelden waarin we dat zouden kunnen gaan, zien gebeuren, is bijvoorbeeld in Outlook. Ik zou bijvoorbeeld een mailtje kunnen openen. En dan krijg ik hier, denk ik, een of ander algemeen mailtje waar we niet zo ontzettend van onder de indruk zijn, maar een of andere reclame mail, denk ik. En op het moment dat we dan deze mail zien, dan hebben we hier een knopje tags. Ik dacht dat het onder tags zit. En dan heb je hier onder assign policy, heb je verschillende policies. En dan zie je hier bijvoorbeeld ook de retentie policy in beeld. En dat is dus die retain important data for 10 years. En dan kun je dus als gebruiker kun je zeggen, oh, dit wil ik wel. En dan wordt het mailtje, wordt gezegd van, hey, hier hebben we inderdaad de retentie policy op losgelaten. Of je zegt, nee, doe toch maar niet. Maar dat is wat de policy doet. Dus die zegt eigenlijk niks anders dan, we geven de gebruikers de mogelijkheid om deze retentie dan aan te zetten. Maar dat wil niet zeggen dat het allemaal vanzelf gaat. Maar dat kun je wel doen. Je kunt ook hier weer met auto appliance gaan werken. Dan heb je die auto apply opties. En dan kun je dus ook hier aangeven, goh, van welk label wil jij dan auto applyen? Ik heb maar één label, dus die keuze is in mijn geval niet zo heel erg moeilijk. Maar goed, pakken. En dan zeggen, oké, met welke condities? Dus dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, en dan komen die sensitive information types weer voorbij. Apply a label to content that contains sensitive information. Of als er bepaalde woorden of properties zitten. Of als er bijvoorbeeld zo'n trainable classifier aan vast zit. Dan kun je dat doen. En dan zeg je, oké, welke gaat het dan om? We hadden natuurlijk gezien dat er bijvoorbeeld wel een optie was om gebruik te maken in deze template optie. Om iets met GDPR te doen. Dus eens even kijken hier. Nee, niet Germany, maar General Data Protection Regulation. Die bijvoorbeeld. En dan is natuurlijk de vraag, wat zit daarin? Er zitten allerlei dingetjes in, die hadden we gezien. Dan de naam. En dan is met name nog, dus we kunnen zeggen GDPR Retention. Kun je loslaten. En dan is natuurlijk nog de vraag, oké, waar dan? Overal? Bijvoorbeeld? Of, doe toch maar op wat specifiekere plekjes. Als je bang bent dat het iets te fanatiek wordt. Ik wil dat bij mij nu niet aanzetten. Maar je kunt je voorstellen als je deze toepassing, als je dit uitvoert. Dat dus je data retention in zijn geheel, dus overal op bepaalde voorwaarden, wordt toegepast. Dan heb je daarin dus, daar hadden we van gezien, onder het kopje retentie. Kunnen we dan eens gaan kijken hoe dat dan met retentie zit. Dan zie je hier bijvoorbeeld ook. Dus je ziet hier bijvoorbeeld weer policies die je zou kunnen meenemen. Dus het is eigenlijk een andere manier om die policies daarop aan te zetten. We hadden dus daarmee kunnen we kijken. Dan hadden we ook gezien dat
op basis van bepaalde data zou ik ook kunnen zeggen van ja, maar wacht even. Ik heb nou wel mijn security en mijn retention zo toegepast op bepaalde locaties binnen Office 365. Maar misschien is het ook niet eens zo'n heel slecht idee om bijvoorbeeld eens te kijken naar andere locaties. We hadden gezien in het tekeningetje dat dat met bepaalde connectoren kan. Dus je zou kunnen zeggen, nou, ik wil met bepaalde third-party locations, wil ik graag ook dit soort dingetjes doen. En dan zie je hier aan de rechtse kant zie je een aantal mogelijkheden daarin. Dus daar zit bijvoorbeeld CellTrust, Cisco Jabber, AML, Facebook Business, iets met HR, dat is een of andere tool blijkbaar. Geen idee. LinkedIn Company Pages, dus koppeling met LinkedIn maken eventueel. Nou, alles wat je daar dan in duwt, in dit soort tools, kun je dan ook meteen laten meenemen in jouw data, in jouw data omgeving. Nou hadden we het nog beloofd, hè? Dus dat is zo'n connector. Nou, een van de dingetjes die ik nog had beloofd is, als we hier gaan kijken in onze Azure Information Protection omgeving, dat is eigenlijk de implementatie van Information Protection, dan kunnen we bijvoorbeeld ook gaan kijken naar bijvoorbeeld het resultaat van Data Discovery. En dan kun je dus ook gaan zien van, goh, waar hebben we nou bepaalde data gevonden met bepaalde information types beschikbaar. En hier zie je bijvoorbeeld dat dus als het gaat over sales data of over management data, nou dan zie je dat er wel labels toegepast zijn in mijn demo. Dus dat kun je zien. Maar je vindt hier ook bijvoorbeeld al die soorten verschillende die information types, waar bevinden die zich dan? En in mijn geval zie je dus dat dat bijvoorbeeld in mijn OneDrive staat. Hè, dat is mijn personal SharePoint. Op mijn laptop staan 241 files met bepaalde information types. Op de laptop van mijn zoon staan 8 files met information types. En als ik dan bijvoorbeeld wat specifieker wil zijn, dan kun je zo'n systeem openen. En dan kun je dus ook echt gaan kijken voor welke files zijn dat dan en welke information types zijn dan ook actief op die files, op dat endpoint. Ik zeg al, hier moet je wel geregeld hebben dat je dus die devices daarin meeneemt door middel van bijvoorbeeld die Defender for Endpoints mee te nemen. En dan zie je dus, ja, ik heb nogal wat keuzes hier als het gaat om de hoeveelheid, maar je ziet hier dus dat ik een bepaalde file heb, of deze, dit is een quote, die file die ik net heb gemaakt. Daar zie je dat daar het sales information type in zit. Of blijkbaar zit in dit CSV-faaltje, geen idee, maar daar zit de Thaise Population Identification dingetjes in, maar ook meer hoor. Bijvoorbeeld ook de Turkish National Identification Number of de EU National Identification Number. Nou, zo heb je van alles. Of hier zie ik bijvoorbeeld in mijn Apollo 11 document, daar zit bijvoorbeeld iets in wat matcht met de International Classification of Diseases. En een Europees telefoonnummer, bijvoorbeeld. En zo zie je dus zelfs op mijn eigen computer, dus waar allemaal data naar voren kan komen, zien we dus al dit soort data verzameld zijn. Zo zou ik ook bijvoorbeeld de computer van mijn zoon kunnen bekijken. En op basis van de documenten die hij daarin opgeslagen heeft, zie ik een aantal documenten hier. Bepaalde contract, stagecontract bijvoorbeeld. Maar dan zie je dat daar bijvoorbeeld telefoonnummers in zitten, of dat daar bijvoorbeeld die sales data erin zit, hè? Als daar het woordje invoice in voorkomt, of quote, of in dit geval zien we nog iets. Nou, dit soort, op die manier kunnen we dus voor alle devices zien wat voor soort data we hebben en hoe we met die data kunnen gaan omgaan als het gaat over de protection, hè? Dus de information protection. Maar je kunt ook denken aan de data retentie. En als we dan toch bezig zijn, dan hebben we nog een stapje die hierbij hoort. En dat zit dan onder het kopje data loss prevention. Want met data loss prevention kun je gaan zorgen dat je niet per ongeluk bepaalde data deelt met mensen van buiten de organisatie. Dat doe je door middel van het maken van policies. Nou, zeg ik al, bij Microsoft hebben ze laatst dit allemaal lopen aanpassen, maar onder e-mail en collaboration, onder policies en rules.
Dit is volgens mij waar ik data loss prevention zou moeten tegenkomen. En daarmee kun je dus zeggen van, hey, e-mail en collaboration is alles wat gaat over samenwerken. En hier vind je, oké, threat policies, wat zien we hier dan? Wat voor opties hebben we? Nee, dit gaat over, dit gaat niet over anti-phishing. Nee, ik moet even zoeken hoor. Ze hebben het allemaal weer op andere plekken neergezet. Even kijken, dit is anti-phishing. Nee, nou, lekker als je moet zoeken. Alert policy. Activity, nee, dat zijn ze ook niet. Nou ja. Dit is in ieder geval hoe we daarmee. Nou, waar zit nou mijn data loss prevention? Die zit misschien toch hier onder mijn stukje als het gaat over. Oh, hier staat het. Kijk, onder compliance. Dus hebben we het verhuisd weer. Of weer, ze hebben het verhuisd. Maar hier zie je de data loss prevention omgeving, zien we hier staan. En daarin krijgen we zeg maar data loss prevention policies. En een data loss prevention policy zegt dus eigenlijk van wat gaan we doen als mensen binnen onze organisatie data gaan delen met mensen van buiten de organisatie. Gebaseerd weer op, wat dat zagen we in het begin al, op die sensitive information types. En dan krijg je bijvoorbeeld inderdaad hè, de locaties waar je dat zou willen doen. Dus om wat voor soort data gaat het. Dus stel je voor dat ik nou zeg, edit deze policy. Dan kunnen we de policy openen en dan kunnen we zien wat die doet. En daarmee kun je dus een policy creëren die gebruikers helpt om niet per ongeluk data te delen met mensen van buiten de organisatie. Dus de eerste stap is in dat geval, waar gaan we deze policy actief maken? Choose locations to apply the policy. Dat is dus Exchange, Teams, waar komt data voor eigenlijk? En dan is natuurlijk er een regel die erbij hoort van oké, maar en wat moet er gebeuren? Dus hier zien we bijvoorbeeld ook OneDrive, Teams en Channel Messages daarbij. Dat soort zaken kun je bekijken. Integratie met Cloud App Security als je dat zou willen gebruiken. En vervolgens gaan we vertellen, hey, stel je voor dat het over Nederlandse data gaat met bepaalde soorten nummertjes en zo, dan wil ik graag dat er die data niet verstuurd kan worden. Dus de actie is bijvoorbeeld dat als iemand dus bepaalde soorten data deelt met mensen, content is shared from Microsoft 365 met mensen outside my organization, wat dan? Nou, notify users with policy tips, restrict access to the content for external users, restrict activities on Windows devices, send an alert naar een administrator en laat ook geen third party apps gebruikt worden, bijvoorbeeld. Nou, dat is wat je dan kan doen met een data loss prevention policy. En als er dan bijvoorbeeld overtredingen zijn daarin, dan kun je hier onder alerts kijken. Van goh, zijn er dan inderdaad dingetjes die plaatsvinden waarvan je zegt van hé, dat zou je moeten tegen willen. Ik heb hier bijvoorbeeld, ik heb een DLP policy match voor een document dat iets zegt over mijn inkomstenbelasting bijvoorbeeld. Of nog iets van allemaal belastinggerelateerde zaken. Nou, komen daar bepaalde data in voor? Nou, dan zie je dat daar dus iets gedeeld wordt via OneDrive bijvoorbeeld. Of, en dat kun je ook nog op endpoint niveau doen, bijvoorbeeld dan stel ik wil dus op die machines kijken of daar bepaalde data zit. Nou, dan kun je bijvoorbeeld zeggen van, nou, vanaf welke applicaties of paden willen we dat wel of niet kunnen gaan bekijken. Ik heb hier eigenlijk niks geconfigureerd hoor, maar dat kun je dus hier gaan vertellen van hey, voor welke bijvoorbeeld van wat voor soort applicaties wil ik niet mogen gebruiken. Als het bijvoorbeeld gaat om dit soort data, dus ik kan bijvoorbeeld zeggen Edge mag dan wel, maar al die andere browsers gaan we niet toestaan, bijvoorbeeld. Dat kun je hier aanzetten. Nou moet ik zeggen dat ik dit in mijn omgeving wel heb aangezet. Dus het is niet zo dat je bij default niet Chrome mag gebruiken. Bij default mag je alles gebruiken, maar je kunt vertellen wat je niet mag, bijvoorbeeld.
per endpoint. Dus dat kunnen we hier regelen. Nou, dat is denk ik de complete overzicht van wat we kunnen doen met sensitive information types. Data classification, en dat betekent dus dat we iets kunnen doen met sensitivity labels, dat we onze data op documentniveau beveiligen, retentie, data loss prevention, dan heb je wel een redelijk compleet beeld, schat ik zo in.